En toen begon hem te dreigen met een boete van 42.000 euro. Dit zou mijn handtekening zijn. Ja? Dit is mijn officiële handtekening. Ze reageren nergens op, maar wat ze wil doen is de politie bellen. En als het goed is komen ze nu naar ons toe. Vertel. U bent het aanspreekpunt, neem ik aan. Ja, zeker. Goedemorgen. Oké. Komt er gezellig bij, dat is beter als buiten. Ja, die wind, man. Zo. Dit is Gert en hij is vrachtwagenchauffeur zoals u ziet en zit ongevraagd vast aan een hemcontract. Nou, wat er gebeurd is, dat wij in onze afschriften zien dat er in één keer een energienota afgeschreven wordt van bedrijven die wij niet kennen. Je zat bij Eneco. Ja. En in één keer zag je op jouw rekening staan dat je geld afgeschreven is door Mega. Door Mega en een dag later door Eneco. Dus dat was ook heel mooi. Het was dubbel. Dat was dubbel op. En toen werd er in één keer van hem afgeschreven. Dat kwam nog eens bovenop? Dat kwam er nog eens een keer extra bovenop. Maar wacht even, dus dan ben je voor 3 energieleveranciers een energierekening aan het betalen? Nee, in principe maar voor 1. Want ook voor hem hebben wij meteen geblokkeerd, alles stilgezet. Van dat gaan we niet doen. Gert heeft nooit contact gehad met Mega of hem. En toch hebben zij een energiecontract met zijn privégegevens opgesteld. Kan je het laten zien? Ja, ik heb hier meteen een contract van hem in dit geval. Dit zou mijn handtekening zijn. Ja. Dit is mijn officiële handtekening. Nou, die leggen we even naast elkaar. Nou, dat is wel anders. Een beetje, hè? Ja. Een beetje anders. En dan heb ik hier diegene van Mega. En ja. Helemaal dat. Pakken we er ook nog even bij. Dat lijkt er helemaal standaard op natuurlijk. Maar vind je dat niet een beetje engig? Dat je denkt, jeetje, wat gaan ze ver? Nou, je vraagt je af waar je gegevens liggen. En Gert is niet de enige waarbij hem brutaal klanten werft. Bij Shaheen deed hem alsof hij al klant was. Het ging alsof het heel vertrouwd was. Ik was geen klant. Dat gaven ze aan, het gesprek dat ik eigenlijk al klant was. Daarin werd ik ook redelijk overrompeld eigenlijk. Ik had geen idee wat er nou precies gebeurde. Ja. Ik gaf een paar keer aan dat ik het allemaal niet... dat ik meer info wou. En hierin gaf hij heel veel vertrouwen. Zijn naam en alles om proberen zo snel mogelijk een handtekening eigenlijk te krijgen. Ook Inge werd via de telefoon overrompeld door hem. Ja, weet je, dit zijn allemaal snelle jongens, hè. Ze praten snel en ze doen snel. En ze deden mij een aanbod. Dat vond ik goed klinken. Dus ik heb daar ja op gezegd. En uiteindelijk zat ik er al vast, zeg maar. Rihanna kan de agressieve klantenwerving van hem bevestigen. Nou, vorig jaar heb ik dagelijks 3-4 keer per dag telefoontjes van hem gehad. Dat aanbieden mij goedkoop leverancier, dat goedkoop is per maand. En zo vaak hebben ze gebeld, dat heb ik ingetrapt. En ik heb voor 3 jaar contract getekend. En daarna beginnen te krijgen linkjes. Achter elkaar. 5 keer. Achter elkaar, alleen maar linkjes. Geen facturen, geen uitleg, niks. Alleen maar linkjes. Als u niet betaalt, dan gaat doorwaarde in zwarte lijst. Ik vind het gewoon zo gemeen hoe ze met mensen omgaan. Weet je, dan denk ik, als ik hier dus gewoon met boter en suiker in ben gegaan, hoeveel mensen nog meer? En voor hoeveel meer geld misschien nog meer? Ja. Ik vind het echt oplichterij. Oplichterij. En ik voel me echt gedupeerd door ze. Nou, hier achter mij is het hoofdkantoor van hem. Op papier, want we zijn hier al een keer eerder langs geweest. Hallo. We zijn op zoek naar bedrijf hem. Kunnen jullie buiten wachten? Nee, we gaan wachten tot jullie ze te pakken hebben genomen. Maar je kan ook even buiten wachten en dan ga ik voor je bellen. Nee, we gaan niet buiten wachten. We wachten hier. Ik wil hem best wel nu spreken via de telefoon. Nou, ze is niet aanspreekbaar. Wij hebben meer dan 500 klachten binnengekregen. En 2% van die klachten zijn speciaal hier naartoe gekomen om hun verhaal te doen.
Jan de Kaasboer uit Gorkum heeft een opzegboete gekregen van 40.000 euro. Wendy is van 180 euro naar 940 euro per maand gegaan. Marijn is ZZP'er en moest van hem een nieuw contract afsluiten vanwege het prijsplafond. Meneer Singh spreekt nauwelijks Nederlands en had geen idee waar hij ja op zei. Fijke kreeg een aanbod met de laagste prijzen, betaalt nu de hoogste prijzen. Mohammed werd lekker gemaakt met 230 euro per maand. Het is uiteindelijk 535 euro geworden. En Brigitte en Sifolino zijn door hem bedreigd met de deurwaarder en dat ze zullen worden afgesloten. Hoe ben jij met hem in aanraking gekomen? Ik heb handtekening gezet. Ja. Dit is mijn grote fout. Ik heb een contract per maand 227 euro betalen. Ja. Nu is 525 euro betalen. Per maand? Ja. En herkennen mensen dit? Dat ze, van 200 naar 500, ja, hoeveel betaal jij dan? Ik ga nu naar 565, zit ik nu op. Ik ging van 200 ja? naar 450 en toen meteen daarna naar 565 euro. Maar had je de verwarming ook naar 30 graden gedaan? Nee. Dat niet? Niks anders. Nee? En hoe ben jij in aanraking gekomen met hem? Ja, dat lijkt wel op dezelfde manier. Alleen wij hebben een melkveebedrijf, dus de bedragen zijn iets hoger. Over wat voor bedragen heb je het dan? Het normaal gesproken betaalt we maandelijks rond de 900 tot 1000 euro aan stroom. Ja. En na het contract van hem steeg dat in rap tempo naar de bijna 5000 euro in de maand. Wat? Ja. En je was totaal niet veranderd in verbruik? Dat was gewoon hetzelfde gebleven? Ja, hetzelfde gebleven, ja. En probeerde er vanaf te komen? Ja, na drie maanden dacht ik van ja, dat gaat helemaal fout lopen. Want elke maand steeg die. Ja. Eigenlijk naar bijna 5000 euro dus. Dus toen... Ja, weggegaan zonder het erg te hebben dat er een boete achteraan zou komen. Oh nee. Dus ergens anders begonnen. En toen begon hem te dreigen met een boete van 42.000 euro. Wat? Als opzegboete? Ja. Herken je dat? Moet je ook zoveel betalen? Ja, ik heb de mazzel. Ik heb een opzegvergoeding van 100 euro, dus dat valt er gelukkig mee. Dat valt mee, ja. Maar wel van 180 naar 840 euro in de maand. En dan ben je alleen of ben je met een gezin? Met een gezin, met z'n viertjes. Met z'n viertjes, jezus, maar dat zijn absurde bedragen. Ja, dus het staat nergens op. En een eindrekening gehad van 900 euro, 900 plus. Ja. Dus die staat nog open, dat ben ik voorlopig niet verlangd te gaan betalen. Nee. Heb jij dat ook gehad? Ja, we begonnen met 436 euro. Tot uiteindelijk mijn man zei, wat gaat die rekening hard? Dus toen ben ik gaan kijken, toen moesten we 975 euro per maand betalen. Dus ik probeerde te bellen, ik kreeg ze niet te pakken, gemaild, kreeg niks terug. En dit was een vast contract? Ja. Met vast tarief? Ja. En toch is het dus van 400 naar 900 euro gegaan. Ja. En hoe vond u ze klinken aan de telefoon? Ja, niet prettig. Nee, absoluut niet. Kunt u het omschrijven? Eigenlijk een soort dreiging. Poh. Hebben meerdere mensen dat ze het gevoel hebben dat ze bedreigd zijn via de telefoon? Ja. Ja? Ja. We zijn blijkbaar opgemerkt door de HEM-directie, want de redacteur krijgt plots een bericht. Oh, sorry. Woordvoerder van HEM kunnen we bellen dadelijk. Op 5 minuten. Hij heeft ons gezien. Oké. Okay. Jongens, hem reageert. Dankzij jullie aanwezigheid. Zullen we gewoon eens even bellen? Ja. Eens even kijken. Voor iedereen goed horen, komt lekker dicht tegen mij aanstaan. Nee, natuurlijk was het te goed om waar te zijn. De woordvoerder van hem neemt niet op. Nou, eerst hele stoere woorden dat ze mogen bellen. Niet lang daarna arriveert de politie. Gebeld door de medewerkers van hem. Nou, we hebben dus geprobeerd hem te bereiken telefonisch. Ze reageren nergens op, maar wat ze wil doen is de politie bellen. En als het goed is komen ze nu naar ons toe. Vertel. U bent het aanspreekpunt, neem ik aan. Ja, zeker. Even het verhaal. Jullie zijn hier eerder geweest. Ja. Nou, Space, de organisatie, wil niet dat jullie binnenkomen. Nee. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Jullie staan nu heel netjes hier. Ja. Er is ons toegezegd dat binnen anderhalf uur zo'n spokesperson komt. Okay. Die met jullie het... Een gesprek aan wil? Ja, die jullie te woord gaat staan. Oké. Okay. Dus, je bent gewoon eigenlijk alleen de boodschapper. Ik ben even de boodschapper, ja. Omdat ik graag wil dat jullie hier buiten blijven staan. Ja. Het is ongelooflijk. Ga ik nu echt na 3 jaar eindelijk iemand van hem spreken? Maar anderhalf uur later... Oké, okay, de politie is dus net naar me toegekomen en zij lieten weten dat ze dus voor het karretje van hem zijn gespannen. Ze komen niet. Typerend. Ja, zeker. Die spannend. Lafarts. Ja. Ze weten gewoon dat ze fout zit. Als je niks te verbergen hebt, kun je gewoon uitleggen hoe het zit. Ja, zij zijn oplichters. Daarom zijn ze niet naar de boot gekomen. We kunnen geen antwoord daarover hebben. Maar dit was natuurlijk wel een beetje volgens verwachting, toch? Ja. Het was wel heel bijzonder geweest als ze echt naar buiten waren gekomen. Ja. Maar de tv-goden zijn ons goed gezind, want uit het niets wordt gedupeerde Marijn door hem gebeld. Waarom reageert u zo fel?
We besluiten naar buiten te gaan om de medewerker van hem nog iets beter van dienst te kunnen zijn. Het is wel heel toevallig dit, jongens. Ja. Ja, correct. Wij hebben ons contract opgezegd per 29 februari. Dus de maand april, waar u nu voor belt, gaan wij dus niet betalen. Want wij hebben een opzeg van mij van 30 dagen. Nee hoor, wij hebben een opzegging gedaan op 29, dus een e-mail is er naar jullie toegestuurd op 29 februari. Maar ik weet niet, oké, dan moet u wel €440 betalen. Waarom dat? Hoezo €440? Ik weet niet waar u dat dan vandaan haalt, maar... Dag mevrouw Van Hem, dit is Fons van het tv-programma Radar. Ik wil graag uw manager spreken. Ik wil mijn manager spreken? Ja. Ik ga even kijken of hij aanwezig is. Fantastisch, dankjewel. Dus een klein moment. Ja. Ja, ja, hallo. Ja, daar zijn we weer. Ik had even gekeken naar mijn manager. Ja. Die is helaas nog in gesprek. Oh. Dus, wat verrassend. Ik kan sowieso niet het gesprek overnemen. Jeetje. En zou ik misschien uw naam mogen? Jolanda van Dijk, wat een Hollandse generieke naam. En hoe lang moeten we misschien wachten op de manager? Meneer, ik kan u verder weinig vertellen, dus ik ga bij deze gesprek beëindigen. Nee. Ik wil u danken voor uw tijd en dan wens ik u voor de rest nog een hele fijne dag toe. U hoeft niks te vertellen, maar wilt u vragen aan de manager of die aan de telefoon wil komen? Ja, hij is, ze is weg.